om de druk op spoedeisende hulp als gevolg van de toename van kinderen met diarree en braken op te vangen, heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten de openingstijden van de polyklinieken van de regionale gezondheidsdienst te verruimen. Directeur Rakesh Gayadhar Sukul vertelt meer hierover. Het is gebleken dat er heel veel kinderen zich aanmelden bij de SIH om geëvalueerd te worden vanwege het feit dat ze koorts hebben, braken en diarree. En de ouders die brengen de kinderen op de SIH. En daardoor is de behoefte om deze kinderen te evalueren groter. En het is dan belangrijk om de evaluatie te doen dichter bij huis als het ware. We kennen de motto van RGD om de zorg dichter bij huis te brengen. Wij hebben alvast gemeend om 2 polyklinieken wat langer open te houden. En dat is van 7 uur 's avonds tot 12 uur 's avonds. Dan is Poly Latour en Poly Limesgracht langer open. Binnenkort willen we hetzelfde doen bij Poly Meerzorg, zodat ouders die de dokter willen bezoeken omdat hun kinderen koorts hebben met braken en diarree, dat die snel geëvalueerd kunnen worden omdat de uitdroging snel kan plaatsvinden. Dat is heel erg gevaarlijk voor kinderen. Ze hebben een kleiner lichaamsgewicht waardoor hun vachtbalans samen met de bestanddelen in de vocht snel ontregeld kan raken. Wat niet moet gebeuren. Dus de evaluatie willen we versneld laten plaatsvinden. En we willen dat de behandeling snel geïnitieerd kan worden. Vandaar dat de RGD is gevraagd om deze 2 polyklinieken alvast per gisteren verlengd open te houden. En het is gebleken dat zowel bij Limesgracht als Latour er patiënten zich aanmelden. Dus dat is eigenlijk een verlichting voor de spoedeisende hulp. Ook bij spoedeisende hulp zal er wat versterking komen om de opvang te verbeteren. Dus inderdaad is polymeerzorg al geïdentificeerd. Waarschijnlijk gaan ze vandaag al verlengd open vanaf 7 uur 's avonds tot 12 uur 's avonds. En het rotavirus is bevestigd dat het nu heerst. We hebben te maken met een uitbraak en die moeten we goed opvangen en ook proberen zo snel mogelijk eigenlijk te laten passeren, deze golf. En wat betreft het voorkomen van diarree en braken, het is gebleken dat vooral Paramaribo en Wanica de gevallen hebben gemeld. Maar het zou me niet verbazen als er uitbreiding plaatsvindt geografisch. We moeten alert blijven en we moeten ook ervoor zorgen dat waar nodig, waar er veel mensen zich zouden kunnen aanmelden, dat die personen ook zich kunnen aanmelden voor de evaluatie met hun kinderen. En we blijven ook denken aan een verbetering van de dienstverleningen. Er waren wel gevallen waarbij kinderen geobserveerd werden, maar er zijn ook gevallen geweest waarbij kinderen verwezen zijn voor opname bijvoorbeeld. Dus het is nu in principe bewezen dat het een voordeel is om deze polyklinieken langer open te houden. Het rotavirus is niet nieuw, maar we moeten beseffen dat het duidelijk is dat er nu veel meer kinderen zich met deze klachten eigenlijk presenteren. De ouders brengen de kinderen bij de arts, bij de SCH. En dan moeten we weten dat er genoeg opvang moet zijn. Want als je niet tijdig handelt, dan raken die kinderen uitgedroogd. Dus wij moeten daarop inspelen. Als er aanwijzingen zijn dat er een golf is, een verhoogde incidentie, dus een verhoog aantal gevallen van dit ziektebeeld zich voordoet, dan moeten we daarop inspelen. En dat is dan eigenlijk het vergroten van de opvang en het beschikbaar maken van behandelingstherapieën en ook de voorlichting wat intensiveren, zodat wij zoveel als mogelijk kinderen zo snel mogelijk behandelen. Er kunnen oudere kinderen, die hebben weer wat meer buffer, die, die,
die kunnen ook ziek raken, maar die kunnen niet zo snel uitdrogen als de kleine kindertjes, als het ware. Dus vandaar ons focus op die kleine kinderen. Er zijn sowieso gevallen van oudere kinderen, maar ook een paar volwassenen hebben zich aangemeld met diarree en braken. Dat heb ik ook bij Poli Limesvraag bijvoorbeeld, heb ik dat mogen vernemen van dokter Charman, die daar persoonlijk de poli heeft gehouden. En, dus, maar nogmaals, daar gaat de uitdroging wat langzamer aan toe dan bij kleine kinderen met een kleiner lichaam, minder vocht, anders vochtbalans en waarbij verschuivingen en diarree ervoor kan zorgen dat er dusdanige verschuivingen plaatsvinden dat het gevaarlijk kan zijn voor de kinderen. Inderdaad, geen diarree-remmers, omdat diarree-remmers ervoor zorgen dat de ziektekiemen langer in ons maag-darmkanaal blijven. En dat gaat dan ervoor zorgen dat er dat de diarree eigenlijk wat erger kan worden. Wat gebeurt? Het lichaam die reageert op zo'n ziektekiem om de ziektekiemen zo snel mogelijk eigenlijk uit het lichaam te krijgen. En, maar tegelijkertijd verliest het lichaam vocht en verschillende bestanddelen. Daarom is het belangrijk en dat dus. Dat gaat gepaard met een gevaar op uitdroging en een hele verstoring van bestanddelen in het lichaam, in de vocht. En het is heel belangrijk om die bestanddelen aan te vullen. Dus vocht met allerlei bestanddelen. Daarom zeggen we van de kinderen moeten dan genoeg vocht krijgen met bestanddelen in de vorm van soep, thee, verse sap en kokoswater is ook goed. Dus deze zaken zijn ook zijn belangrijk om de kinderen bij te voeden, zodat de uitdroging tegen eigenlijk bestreden wordt. Rekening houdende dat wanneer dit kind eigenlijk helemaal niets kan inhouden en heel veel diarree heeft, dat er soms zelfs buiten de maag-darmkanaal eigenlijk vocht met bestanddelen toegediend moet worden. Dat is infuus als het ware. Wel moeten we mee rekening houden. Dus dat er. Dus vandaar is het belangrijk om geen diarree-remmers te geven, geen Norit, geen loperamide. Loperamide, merknaam is Imodium. Maar het liefst uitdroging te bestrijden. We hebben de polyklinieken wat langer open laten gaan bij de RGD, die twee alvast, om de toegang voor de ouders te verruimen. Zodat de evaluatie door de arts eerder kan plaatsvinden. Adviezen kunnen direct gegeven worden. Ik zei het al over de toediening van vocht, sap, verse sap, soep, thee, kokoswater. Die zijn rijstwater, die zijn eigenlijk goede middelen om toe te dienen. ORS is oral rehydration salt, dus meer bekend als diosol. Een zakje waar je meestal in 1 liter water oplost. Binnen 24 uur moet je het gebruiken. En kan je kindje lepel voor lepel geven, want ja, als je hem te veel geeft kan hij weer braken. Dus lepel voor lepel, zodat het lichaam zoveel mogelijk vocht en de bestanddelen kan opnemen. En het is inderdaad belangrijk om uitdroging te herkennen. Dat herken je doordat de kinderen ingezonken ogen hebben, droge slijmvliezen, dus soms huilt men zonder tranen. Verder weinig tot het niet produceren van urine, dus weinig plassen. Ook is het bekend, die blijven staande huid. Dus als je de huid pakt, dat die eigenlijk blijft staan. Dat geeft al aan dat hij heel langzaam teruggaat. Dat geeft al aan dat er sprake is van uitdroging. En behalve de ingezonken ogen kan het bij kinderen jonger dan 1 jaar dat het fontanel ingezonken is. En dat zijn belangrijke kenmerken van uitdroging. En dat moeten we voorkomen. We hebben gelukkig genoeg infuusvloeistof en genoeg ORS.
En dat is alvast een voordeel voor ons. Dat is alvast een voordeel voor ons dat we genoeg medicijnen hebben. En wij hebben in principe ook zelfs contact gemaakt van wanneer zijn de volgende bestellingen. Die moeten aankomen. En indien nodig gaan we ook vrienden in het buitenland vragen om te helpen. Maar zover is het nog niet. Wij hebben gelukkig nog nu genoeg van die medicijnen. Ook de antibraakmiddelen, ondanks het trom. Dat is nu wel genoeg in voorraad. Antibraakmiddel kan wel gebruikt worden. En de kinderartsen die adviseren alleen het middel ondansetron. En dat moet door de arts voorgeschreven worden. En dat mag wel, want dat zorgt ervoor dat het kindje minder gaat braken. Maar diarree-remmers liever niet.